Nou jongens, ik kan je niet zeggen, de kleine is geboren. We hebben hem net even aangelegd, want hij gaat nu proberen melk te drinken. Eerste keer, dus dan gaan ze dat eventjes zoeken en dan vragen. En dan is het doen dat hij zo meteen gaat drinken. Maar het allerbelangrijkste moment gaat nu plaatsvinden. De kinderen gaan hem voor het eerst zien. Ga jij ze roepen? Echt, ze kunnen niet wachten. Ila, je zal het huilen. Ik ga ze even halen. Ik kan het nog steeds niet geloven, Esra. Echt, serieus, nog één keer. Goed gedaan. Echt, ik ga de kids halen. Debra, je broertje is er. Ja? Wil je eruit? Wacht even, één seconde. Eén seconde. Ila, ben je aan het huilen? Wil je naar mama toe? Hij is zo boos. Hij zit de hele tijd mama toe, mama toe. Kom, gaan we naar mama toe, jongens. Zo, die kan niet wachten. Rustig, rustig. Rustig. Ila, hey, baby is net eruit, hè. Debra, Debra. Hij kan niet wachten. Kijk eens. Hier. Kijk eens. Dit is jouw broertje. Hey. Eli, kom eens bij mama. Eli heeft gehuild, geschreeuwd. Kom, ga maar hier zitten. Kom maar, Debra. Kom maar aan de andere kant. Wacht, heel rustig. Hey. Kijk, baby. Hey. Wie is dat? Ja. Zo. Wat is dat? Een babyhandje. Het is babyhandje, hè? Kleine. Ja. Hij heeft ook nageltjes. Wat voor die kippen. Nee, die zijn helemaal goed, hè? Die zijn klein. Zachtjes, hè? Zachtjes, hè? Je denkt, hé, wie zijn jullie? Zeg nou hoe je heet. Geen vrouw. Je bent een grote broer. En Ila, jij bent ook broer geworden nu. Ja, je bent ook niet meer de jongste, hè? En wat voor cijfer geeft je broertje? Een dikke? 10. Goed zo. Ila, welk cijfer krijgt onze kleine boy? 10? Een dikke? 10? Vind je hem lief? Ja, vindt hij, hij is heel tijd zo met aan het Hij is heel de tijd aan het priemel en zo. Dat is zo'n goed teken, hè? Kijk. Oh. Wel zachtjes doen, hè? Ja. Eli, hij mag nog geen appeltje, hè? Hij vroeg gelijk, ik wil appel geven. Maar toen hij nog in de buik zat, heb ik niet verteld. Toen vertelde hij ook een paar keer, baby moet praten, baby wil banaan. Oh. Ja? Wel baby banaantje, Eli? Ja, dat zei hij altijd. Hij doet het, ja? Hij wil praten, hij wil banaan. Hè? Ja. Zei hij dat tegen jou, hè? Zei hij dat? Ja, die en wat zei hij nog meer? Gesprekken gehad, hè? Een perenstroop houden. Mama, ik ook. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Oh ja, Esra. Ja? Je hebt nu 3 kinderen. Oh, 4 bedoel ik. Dus wel, ja, iedereen even aandacht, hè? Kijk hoe zwaar die is, hoor. Hou me in de gaten. Wat denk je? Oh, wacht even. We zitten echt op even een kilo. Echt benieuwd. Wat goed daar, Jochie? Kijk, kijk. Nou? En? En? 4 kilo. Nee, ga weg. 4 kilo. Zwaarste kind. Oh. Debra. Hij is echt, ik zei het, het is toch echt een simootje. Dit keer heb je echt gegeten voor het 2. 4 kilo. Esra. Ik zei het toch, je vierde kind. 4 kilo. Nou jongens, ja, hij gaat groter worden dan jullie, denk ik. Esra, ja, wat krijgen we gelijk achter jou te horen? Wat moesten we doen? Nou, even vertellen hoe ik het voel om thuis te bevallen. Maar oprecht, het was zo chocolate, zo fijn keuze om thuis te bevallen. Beste beslissing. Eerlijk? Ik neem mijn woorden terug. Ik zei tegen Esra, niet thuis bevallen vanaf nu. Als er nog een kind komt, ja het kan. Als er nog een kind komt, sowieso Esra. Volgende keer weer thuis bevallen, echt serieus. Ja. Kijk, zijn broertje in de gaten houden. Ja. Hé jongens? Zeker. Hij is wel even houden. Esra, ze houden hem wel goed in de gaten, hè? Ja. Hè? Trotse broers. Echt zo mooi. Nou, we hebben onze kleine man helemaal omgekleed. Helemaal ingepakt. Want in de baarmoeder is het volgens mij 37 graden of zo. Dus moet je nagaan hoe koud het is voor zo'n klein mannetje. Hij zweeft dan en ligt. Kijk eens, schatje. Kijk hem nou, hij is echt een dikkie. Ik ga helemaal stuk gewoon. Wat een bolletje. We hadden het ook niet echt zien aankomen. Want tijdens de echo's kunnen ze ook een beetje zien hoe zwaar die is. En dit was wel verrassing. We zagen hem al. We zijn als een sumo-worstelaartje. Ja, joh. En toen deze op de weegschaal. Dit is 4 kilo is sowieso veel, of niet? Kindje wat er uit mij is gekomen. Ja, Eli was 3,4 kilo. Deze was helemaal klein. 2,8 kilo. Kijk, zo warm. En deze is gewoon 4 kilo. Ja. Hé, maar hoe voelt het, papa? Om in je armen te hebben. Heerlijk. Heerlijk. Hij is een babytje. Hij is zo stil. Hé, hey, maar hij is heel rustig. Maar ja, ik ga niet te hard roepen. Ik hoop dat het zo blijft. Hé, hey, maar kijk wacht even. Kijk zijn handjes zo. Oh.
Hey, lieve schatje, ja? Er zit hier nog iemand geduldig te wachten. Wil je heel graag jouw broertje vasthouden? Ja. Voor het eerst bij alle grote broer op schoot. En dan, want toen Eli was geboren, was je ook al zo lief. Oh, niet doen dit, dit is toch te lief, jongens. Het smeltmoment. Oh, hij ligt ook zo tevreden. Hoe voelt dat, liefie? Lekker. Je bent ook zo klein nu gelijk. Wat een plaatje, jongens. Geef maar een kusje aan je broertje. Klein kusje. Och. Wat voor liefst wil je zeggen tegen je broertje? Misschien dat we blij zijn dat hij er is? Hè? Huh? Ja, hè? Dat je altijd bij hem blijft, toch? Ja, zeg maar, ik ben jouw grote broer. En ik zei altijd beschermen. Ik ben jouw grote broer. Ja. Ik zal altijd beschermen. Het is zo leuk en lief om dit nu te zien. Want Debran heeft denk ik van iedereen het meest uitgekeken en afgeteld, hè Debran? Ja. Ik weet nog aan het begin van de schoolvakantie. Ja, zaten we nog 42 dagen. Kan het duren? Ik ben dus nu met 41 weken bevallen. Ja, bevalling is echt heel fijn gegaan. Oh, zijn mutsje valt af. Hij heeft gewoon... Het mutsje is groot en klein. Hij is dus gewoon best wel groot. Dus het mutsje valt de hele tijd af. Ik ga zo meteen even lekker douchen, even afspoelen. Kan je mij helpen? Want ik ben geen held. Geef ze mutsje op. Mutsje op. Wacht, doen we zo. En als we even die op. Hij moet dus echt goed warm gehouden worden. Want zoals ik zei, het is echt best wel temperatuurwisseling. Waarom wil ik dat beneden? Oh. Kijk hoe lief Eli is. Zit gewoon mama hier zo te voeren. Hij wordt goed voor me gezorgd. Ja, echt hè? Nee, Eli, baby mag geen hap. Mama wel. Je moet wel goed eten, mama. Ja? Meer, mama? Wat zo'n schatje opeens. Niet opeens, echt waar. Zo grote... Ook zo delen en zo. Maar ik kan nog steeds niet beseffen. Ik kom niet aan mijn woorden. Net, ik kan gewoon niet aan mijn woorden komen. Dat is de daddy. Zo hij is zo jongens. Jullie hebben ook leuk op gewacht. Ja, mensen. Sorry voor het wachten. Namens deze kleine jongeman. Hè? Jongen, echt hè? 4 kilo, ik ben echt in shock gewoon. Super, hoe kan dat? Zag je ze, Eli? Zag je ze? Mijn liefde. Echt bizar. Ja, echt hè? Gezond, belangrijkste. Ja. Ik heb gekookt voor mama, Debbie. Eh? Ja. Eli, ik heb gekookt voor mama. Mamies? Oh, shh. Ik heb voor jou gekookt. Kijk, ik ga hem openen voor je. Volgens mij heb je hier wel zin in, of niet? Echt aan het eten. Het is nu 6:30. Kijk, pizza. Mama heeft nog niet zoveel gegeten. Ik heb 5 pizza's gehaald, dus als het niet genoeg is... Nee, als ik even iets op de maag heb. Kijk, je lekker ligt te slapen. Is een nee, doe pizza. Wat een poepie. Doe een zachtje, zeg Ila. Zo'n dikkie. Echt waar. Esra, nogmaals, echt super goed gedaan, schat. Ja, wacht, ik doe het anders. Goed zo, high five. Goed zo. Nee, het enige waar ik nu last van heb, is ijskoud. Want ik kreeg na een valling echt zo... Mama, ja, adrenaline. Baby's hand. Ja, laat maar. Jongens, kom maar even lekker slapen. Gaan jullie mee even wat eten, jongens? Kom maar. Hey? Die kan echt niet van zijn broertje afblijven. Ja, heel leuk. Ja. Maar Esther, ga je even rustig zitten eten? Ik heb heel veel moeite gedaan om te koken, dus eet smakelijk. Dankjewel, het wordt gewaardeerd. En ik heb pizza voor jullie, jongens. Houden jullie van pizza? Ik hou wel pizza, dus ik ga lekker pizza eten. Pizza. Ja, toch wel pizza? Toch wel? Kom maar, we gaan lekker proeven. Ja? We gaan even allemaal een stukje proeven. Gaan we lekker eten, ja? Jongens, daar zitten we dan. Kersverse papa en mama. Met onze kleine man die nu lekker ligt te slapen hier. Zo liggen lekker beneden. Dan en Eli liggen al lekker op bed. We hebben even een tijdje niet meer gefilmd. Maar we zijn natuurlijk ook gewoon lekker met het gezinnetje. En genieten en... Alles is nieuw en wennen. Het is nu 9:15 s'avonds en ik ben vanmiddag om 4:10 bevallen. Het gaat verder super goed met de kleine. Met mij gaat het gelukkig ook goed. Ik heb alleen last van wat naweeën zo nu en dan. Dat is gewoon ook eventjes rot. En ik heb nog steeds ijskoud, dus ook een beetje een soort kick op de lichaam. Dus ik weet het niet. Maar het belangrijkste en fijnste is natuurlijk dat hij nu bij ons is. Dat we nu lekker met z'n vijven kunnen genieten. En het allermooiste is ook gewoon hoe Darren en Eli erop reageerden. He? Echt geweldig. Ja, echt heel mooi. Dus ik ben echt benieuwd hoe het de komende dagen gaat worden. Gaat uiteraard lekker rustig aan doen. En zo nu en dan zullen we ook wel wat momentjes filmen. Maar dat, wat het precies lijkt, dat weet ik nog niet. Dus ja, wat kan ik zeggen jongens? Het is verder allemaal goed gegaan. Ik weet ook niet eens wat allemaal van de bevalling wel niet is gefilmd. Als ik de beelden ga editen, kijk ik wel eventjes hoe of wat. Daar kan ik altijd achteraf nog wat over vertellen, maar... Bevalling is gewoon goed gegaan en zoals ik al eerder aangaf, thuisbevalling is zo goed bevallen, zo relaxed en... Hè?
Ja, het is echt. Ik had het ook niet verwacht. Ik zei eerst van ziekenhuis, ziekenhuis, maar nu. Ja, hè? Super chill. Nee, ja, maar hoe super heerlijk super. Is het om hem nu eindelijk na alle tijd dan zo lang wachten gewoon om onze hand te hebben? Echt. Echt serieus. Hij heeft echt op zich laten wachten. Ja, kleine man heeft ze goed volgegeten in de buik. Dikke wangetjes van hem. Heerlijk, ook, echt. Dit wordt zo genieten. Nou, wij gaan bij deze tijd ook lekker de video afsluiten en nog even lekker genieten met z'n drieën deze avond. Nu Dylan en Ida ook lekker slapen, gaan wij er ook even nog lekker van genieten in rust. Nu alles en iedereen en de kraamverzorgsters, et cetera, allemaal de deur uit zijn. En jij moet ook lekker je rust pakken. Ja. Ja, want vanaf nu gaan natuurlijk ook gebroken nachten beginnen. Ik moet de wekker om de 3 uur zetten om te voeden, verschonen, temperaturen. Dat hoort er gewoon allemaal eventjes bij. Dus het worden wel even wat pittige nachten. Maar het is natuurlijk met alle liefde ervoor over. En ja, weet je, wat kan ik verder zeggen? Jongens, vanaf nu, familie Lacap, 5 man. Komen ja, superleuke tijden aan. Echt, we gaan lekker genieten. Ik hoop dat jullie genoten van deze video. Zie je even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren als je nieuw bent. En dit ook al wilt gaan zien, de ontwikkeling, et cetera. En dan zien we jullie gewoon weer in de volgende video. Doeg!